Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jan van Bentum, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Welcome back to Washington, welcome back to the White House. And it's a pleasure to have you. And 75 years, it's hard to believe. And this is a friendship I believe is just simply unbreakable. Amerika heeft normaal gesproken een innige relatie met Israël. President Biden noemde die relatie vorige week nog unbreakable toen hij de president van het land ontving. Dat is iemand zonder macht, maar wel met invloed, hè, de hertog. In hoeverre wordt die relatie of is die relatie nu aangetast? Die is wel aangetast, ook omdat er een afstand komt tussen de Joodse gemeenschap in Israël, zoals die nu politiek vertaald wordt, en de Joodse gemeenschap in Amerika, die meer, laten we zeggen, progressief is, veel meer democratische partij stemt, en hier vrij ontdaan over is. Er is ook een grote demonstratie geweest, onder andere Brooklyn Bridge stond vol met demonstranten. En dat bezoek van Herzog, hij heeft wel weinig politieke invloed als het ware, wel, hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de pogingen nog een verzoening te bereiken. Maar deze Isaac Herzog is de derde Herzog die in Amerika is gekomen in die 75 jaar. Ja. Zijn vader was ook president, Chaim Herzog. Zeker. Die was er bij Ronald Reagan. Zijn grootvader was de eerste opperrabijn van Israël, Yitzhak Herzog, en die was bij president Truman om hem te bedanken voor de steun voor de oprichting van Israël. Ja, de stemming lang, in de VN. Zo diep is die band. Zo. Ja. En dat is een psychologisch, emotioneel heel sterk gegeven. Ja. Biden heeft tot nu toe geweigerd met Netanyahu te spreken, althans officieel. Ik weet niet of het achter de schermen niet toch is gebeurd. Oh, jawel, hij heeft hem wel gebeld. Maar niet ontmoet. Nee, maar, en nu staat er een ontmoeting op het programma, wel of niet. Dus het laatste bericht was, hij was bij nader inzien uitgenodigd. Anderen zeggen, nou, we zijn er nog niet zo zeker van, wat hoor je? Hij is wel uitgenodigd. Het is ook in een telefoongesprek gezegd. Dat heeft Biden ook gezegd tegen Herzog. Maar niet waar. Dus het hoeft niet op het Witte Huis te zijn. Het kan ook zijn toevallig bij bijvoorbeeld de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York in september. Dat soort opties liggen allemaal open. Dat is onduidelijk. En waarschijnlijk is een directe ontmoeting afhankelijk van hoe het verder gaat met deze wetgeving. Ja, dus als Netanyahu signalen zou geven van, nou, misschien dat ik bij die volgende stappen een stapje terug doe, zal ik zeggen, dan, dan wil Biden liever met hem op het Witte Huis praten. Iets wat ermee samenhangt, in hoeverre zijn deze twee landen van elkaar afhankelijk? Want je hoort altijd, er is een heel belangrijk defensiepact voor 10 jaar. Er is permanente hulp. Er wordt heel veel aan intelligence, dus spionagerapporten over en weer uitgeleverd. Hoe belangrijk is het, vanuit Amerikaans perspectief, laten we zo eens kijken, als ze Israël zouden verliezen, wat betekent dat? Nou, toch een hele belangrijke post, foothold, zoals dat mooi heet in het Engels, in het Midden-Oosten. Het is de enige democratie in die regio. De hoop was dat het daar een voorbeeld in zou kunnen zijn. Het is natuurlijk belangrijker geworden nog weer opnieuw door die Abraham-akkoorden. Relaties met Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Soedan had het getekend. Marokko is nu zelfs een militair attaché van Israël daar. Leiden die akkoorden eronder? Mijn indruk is van niet. Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, de Arabische landen herkennen zich misschien eerder in een wat autocratischer Israël dan in een democratisch Israël. Ja. Maar even, sorry, ik onderbrak je. Dus nee, geeft het gaat niet over het belang van Amerika bij Israël. Andersom is duidelijk. Maar, president Obama heeft in zijn tijd nog het grootste militaire steunpakket in de Amerikaanse geschiedenis getekend met Israël. En dat loopt met een looptijd van 10 jaar. Ja, dat loopt dus nog steeds. En dat is wel van cruciaal belang voor Israël. De andere kant, Israël heeft zulke geavanceerde luchtafweertechniek ontwikkeld dat ook de Amerikanen daar gebruik van maken. En daarmee weer bijvoorbeeld Oekraïne kunnen steunen. Ja. Met de programma's die daar weer achter zitten. Dus dat is, het is een hele complexe, maar hele innige relatie. En wat je al zei, de intelligence, de militaire en andere inlichtingen over bijvoorbeeld Arabische landen. Er is nauwelijks een inlichtingendienst die zoveel daarvan weet als die van Israël, de Mossad. Denk aan bijvoorbeeld de liquidaties die zij in Iran weten uit te voeren. Dat is ongehoord. Ja. Je zegt dus, voor de relatie tussen Israël en de Arabische wereld betekent dat allemaal niet zoveel, want die zeggen, hey, daar heb je nog een autocratisch regime, dat zijn we zelf allemaal ook. Ja, zoiets. Die zien zichzelf in de spiegel, bij wijze van spreken. Ja. Militair is ook duidelijk. Nou, even, hoe ligt dit? Er is een verkiezingsstrijd gaande in de Verenigde Staten nu. Ja. Speelt het een rol en zo ja, hoe? Het speelt een rol voor beide partijen. De Republikeinen die willen Israël door dik en dun steunen. En die hebben het meer met Netanyahu dan met progressievere leiders.
Ook de christenen binnen de Republikeinse Partij, voor hen is van Israël van groot belang. De democraten zeggen altijd dat zij de Joodse stem in de Verenigde Staten echt nodig hebben. Er zijn zo'n 6 miljoen Joden leven in de VS. Nou, een belangrijk deel daarvan is natuurlijk stemgerechtigd. Ja. En het overgrote deel van hen. Die stemmen allemaal democratisch. Die stemmen bijna allemaal democratisch. Ja, niet allemaal, maar goed, wel een groot deel. En bovendien 342 miljoen Amerikanen, 6 miljoen, ook weer niet zoveel. Nee, maar zijn ook 6 miljoen moslims. Als het verschil tussen het winnen of het verliezen van het Witte Huis een miljoen of 1,2 miljoen stemmen zijn, denken bijvoorbeeld Trump versus Hillary Clinton. Dat kan zomaar een zetel schelen. Dan kan dat het Witte Huis schelen. Ja. Ja. Ja, nee, dat is waar. En wat dat betreft hebben ze. Jij bent volgens mij een van de weinige Nederlandse journalisten die ook wel contact heeft of heeft gehad met Netanyahu. Ja, een aantal keren. Een aantal keren. Heb je over deze kwestie met, nou misschien niet met hemzelf, maar met zijn woordvoerders gesproken? Nou, in die ontmoetingen, als je het dan had over wat is dan van belang voor Israël, stond Iran helemaal bovenaan. Ja. En dat is nu ook het verwijt van de veiligheidswereld in Israël. Jij was altijd dé man van de Israëlische veiligheid. Je broer is gesneuveld in de bevrijdingsactie in Entebbe. Ja. Jij weet wat er op het spel staat. En nu doe je dit bijna. Ik heb een hele hoop oud hoofden van militaire inlichtingendiensten, van de IDF, de directeur gesproken van Commanders for Israel Security. Die zitten meer dan 300 generaals zijn erbij aangesloten. Allemaal zeggen ze, dit is een totaal verkeerde weg. Jij jaagt Israël zo naar de afgrond. Wij moeten een eenheid blijven vormen en jij verdeelt ons land. Ja. Dit is totaal anders. Dit is niet eerder voorgekomen, tijdens welke regering van Netanyahu ook. Nee, dat klopt. En je noemt al die topmilitairen. Een deel daarvan demonstreert ook mee, of onderschrijft petities. Er is een dreigement van, ik meen, 1192 gevechtspiloten die het vrijwilligerswerk doen, dat zij doen, hè, dus regelmatig, dat ze zeggen, we weten niet of we dat nog gaan doen. Nee, er zijn. Is dat niet een uitnodiging aan, laten we zeggen, Hezbollah en Hamas om te zeggen, dit is je moment. Hezbollah-leider Nasrallah zei al van, wij dachten altijd dat het Israëlische leger onoverwinnelijk was. Dat heeft hij dus deze week verklaard. Klopt, dinsdagochtend of maandagavond. Nu zien we dus dat Israël zwak is, onderuit gehaald geworden. En nog mooier, ze doen zelf. Ja. En dat merk je wel. Nog één vraag. Ik stelde die vraag over jouw contact met Netanyahu niet voor niks. Want er zijn bij mijn weten weinig Nederlandse journalisten die dat hebben. Je kent hem een beetje. Denk jij dat hij op het laatste moment inbindt of niet? Dat heeft hij al eerder gedaan. Bijvoorbeeld in maart. Toen wilden ze het ook deze wetten doorjagen. Met name ook zijn eigen Likud-minister van Justitie, Levin. En toch heeft hij na zware druk, ook van president Herzog, ingebonden gezegd, we stellen het uit. Ja. Nu lijkt het erop dat hij ook afgelopen maandag, was hij tot op het allerlaatste moment in contact met president Herzog. Die dus zegt van laten we op het presidentiële paleis weer verder gaan praten. Maar ook met bijvoorbeeld zijn minister van Defensie Gallant, die fel tegen was. Ja, maar die heeft wel meegestemd. Ja, hij zegt van dan hou ik mijn plek in de regering. Op die manier kan ik nog invloed, kan ik nog een beetje aan het roer blijven. Maar anders ben ik dat kwijt en moet ik aftreden. Maar dus Netanyahu lijkt wel op een compromis, op uitstel te willen afstevenen. Ja. Maar hij wordt gegijzeld door met name Ben-Gvir, zeer radicale rechtse politicus. Zelfs veroordeeld wegens racisme in het verleden. Aanhanger van een racistische rabbijn, Kahane. Die heeft ook gedreigd zijn partij van, als jij dit niet blijft steunen, laten we jouw regering vallen. Ja. En je weet wat dat betekent. Dan sta je heel snel voor de rechter. Ja, nou, het is spannend en ook wel verontrustend. Dank Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.